Rijn de Keizer. Ik heb een feestje voor papa geregeld. En we gaan hem zo laten schrikken met een partypopper. En alleen ik moet eerst getest worden door corona. Maar daarna gaan we papa laten schrikken. Tot straks. Oké, jongens. Ik heb net contact gehad met Rijn zijn vader. En de test is hartstikke goed gegaan. Rijn vond het reuze meevallen. Het kriebelde zelfs een beetje in zijn neus. Dus dat is hartstikke fijn. Hij heeft nog wel een beetje verhoging, maar hij heeft toch zin in het feestje. En met het feestje bedoelen we natuurlijk met z'n drietjes. Het is coronatijd, hij is getest, dus helaas kunnen we geen groot feest geven. Maar met z'n drieën is het ook leuk. En daar hoort natuurlijk een partypopper bij. Dus die ga ik erbij pakken. Ik ga jullie even daar neerzetten. En hopelijk wordt het een leuk schrikmoment. Tot zo. Mama? Hippiedepie! Hij deed het niet. Dankjewel. Kus. Knapperd. Heb je het gefilmd? Ja. Ja. Nou, dankjewel. Toch nog een inhaalslag. Nou, een bende. Gaan we gewoon spinnen. Ja. Partypoppers. Hoe dan, 40 jaar. Dan ben ik voor mij echt oud nou. Yeah. Mag ik papa's cadeautje halen? Het zit zelfs op je jas. Hiep hiep. Hoera. En kijk hier wat Ryan heeft gemaakt. Hoera. Cool. Hoera. Hoera. Oh ja. Stoer. Cadeautjes uitpakken. Ja, maar vertel je eerst maar eens hoe het gaat. Ja, vertel eens Ryan, want wat heb jij gedaan? Wat moest jij doen? Testen. Een coronatest. Ja. Waarom? Dat ik ziek ben. Ja, je had koorts, hè? Ja. Ja, maar toch was je in nog voor een klein partijtje voor papa. Ja. Ja. Maar ik denk dat ik negatief ben. En dan gaan we daarvan uit. En hoe vond je de test gaan? Mijn neus kriebelt. Ja. En wat heb je gekregen? Wat zag ik? Een diploma. Wauw. En zelfs het konijn heeft feest. Ja. Ja, die is lekker aan het opeten. Nou, laat eens kijken. Ik kan net zo even uithalen. Hé, diploma. Wat een knapperd. Wat een knapperd. Heel goed gedaan. Ja, het was hartstikke spannend om te doen. Nee, hij stond ook ineens zo en toen deed hij het niet. De partypopper deed het niet gelijk, hè? Nee. Ja, maar toen hij toch ging, ik wist al dat hij afging. Maar ik schrok alsnog. Jij schrok, maar papa moest schrikken. Ja, pap, ja. Maar eigenlijk was het ook voor mij bedoeld, want ik heb getest. Ja, dat is zeker waar. Zo, dus nou is mama getest, papa getest en jij bent getest vandaag. Ja. En dat op papa's verjaardag. Nou ja, eigenlijk een dag te vroeg. Maar ja, we vonden wel dat we een feestje konden gebruiken met al die testen. Je mag het uitpakken. Is dat dan een 40-jarig of zo? 40 en... Wat staat erop? Het is heel hot. Oh, hot, ja. Dus wat zit erin? Ja, het zal wel pittig zijn. Ja, allemaal pittige dingen. Alleen maar pittige dingen. Maar ik zei in de auto, ik heb van mama gehoord dat je alleen maar puntje dingen krijgt. Pittige dingen. Ja, wist het allemaal al. Ja, tuurlijk. En ik heb het samen met Ryan gedaan. Alleen ik weet ook niet wat hierin zit. Nee, ik ook niet. Een gameshirt? Ja. Lege doos. Met een cadeau. Een lege doos, ja. Een lege doos. De doos van de oude gameshirt, denk ik. Dat heb je hierin gepakt. Hoort ie? Alleen maar zitten. Nee, kijk, hoort ie en stil, hot. Dus ja,
chips, hete chipjes. En extra hete saus. Allemaal pittige dingen, want ja, 40 en nog steeds hot. Oeh, lekker. Nou, wat ben ik lekker verwend. Ik ben na 40 jaar nog steeds jong en onstuimig. Ja, onstuimig wel. Maar helaas levert er steeds vaker een flinke spierpijn op. Mm. En is dat nog niet op? Eindelijk de baas in huis. Niet. Ja, dat staat erop. Ja. Hier. Is niet zo slim gekocht van ons. Oh ja. Hey. Dus? Ja, maar even. Stofzuigen dan? Nee. Nee, dat klinkt. Papa een beetje mag helpen. Oeh. Dan maar hopen dat we de goeie hebben uitgekozen, Ryan. Ja, dat is ook. Dat is niet helpt. Ja? Je hebt hulp gehad van iemand. Ja, ik heb hulp gehad, ja. Ja, ja. Ik weet het wel. Ik heb er geen verstand van. Yeah, 4K. 4K, HDR. Ja, dat is een luxe. 28. Zo, daar knap je ook wel weer een beetje van op, hè? En heb je ook op de vlog gezet als je het hebt versierd? Nee. Mag jij filmen? Wat? De versiering. Allemaal versiering. Ik heb een bedrijf. En heel veel rotzooi. En als ik dan even van de tafel af ga, dan heb je hier ook nog 40 jaar servetjes. Mijn oude drinken van vanmorgen. En dan nu kijken wat erin zit. Nee, doe nog maar niet. We gaan eerst even kijken of het scherm goed is. Piep, schuim voor mij. Maar, want die hebben we 2 weken geleden al besteld. Serieus? Ja. Mijn vader gaat nog even het gamescherm verder uitpakken. Dan ga ik even op de bank chillen. Want ik voel me nog niet helemaal lekker. En dan kom ik morgen bij jullie terug met de uitslag. Doei! Nou, het is dus een dag later en papa heeft het gamescherm ingebouwd. Het is helemaal anders, alle kleuren en zo, echt allemaal super vet. Maar ik wil laten weten hoe de test is gegaan, want ik ben negatief. Yay! En dan kan ik maandag weer naar school. Toppie. En nu ga ik jullie... Oh, wacht. Nu ga ik laten zien wat er met het oude scherm is gebeurd. Tot zo. Nou, dit is er gebeurd met het oude gamescherm. Die staat nu op mijn kamer. En als je even naar de grond kijkt... Zie je dat het er anders uitziet? Maar papa, kom maar eens mee, is al begonnen met de vloer. Super vet. En dan ga ik nu nog laten zien wat hieronder zit. Hmm.
PlayStation. En dan kan ik hier zo gamen. Nou, hoe de vloer gaat aflopen, laat ik in een andere vlog zien. En dan ga ik nu de video afsluiten. Bladibladibla. Grapje. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal onder deze video. Doei!